Quincy vandaag misschien een harde nederlaag, maar een van de lichtpuntjes in de tweede helft waren toch jouw acties. Je bracht veel dreiging in die tweede helft. Was dat een opdracht die je gelijk meekreeg van de trainer? Ja, het was een moeilijke wedstrijd voor de anderen en dat zag ik aan. En ik had de kans om in te vallen, dus ja, ik probeerde zoveel mogelijk het team te helpen met mijn dreigingen, zoals u zei, een paar acties. En ja, om gewoon te gaan voor het doelpunt. En dan zit je de eerste helft zit je op de bank, dan zie je je teamgenoten in het veld, dan zie je dat het heel moeilijk loopt. Is dat dan ook iets op het moment dat jij invalt, dat je dan denkt van oei, laten we, weet je, ik moet dan misschien het verschil gaan maken, maar dat gevoel wat in die ploeg zit, gaat dat er dan nog uit? Ja, dat is wel moeilijk natuurlijk, zoals je zegt, want we zaten een beetje in de dip, het ging niet lekker vandaag. Maar ja, ik viel gewoon in en ja, ik wou het team helpen, zoals ik zei, en gewoon mijn best doen. Ja, dat is aardig gelukt. Je had een paar goede acties. In die tweede helft, dan valt die 0-3 en dan valt die wedstrijd eigenlijk een beetje dood. Was het geloof bij jullie weg of hadden jullie in het veld zoiets van Eindhoven heeft zich nu helemaal ingegraven? Ja, dat is een goede vraag. Ik vond dat we gewoon door bleven gaan. We bleven doorgaan. Ja, bij mij bleef het geloof gewoon om nog steeds te gaan voor een doelpunt en om een bijdrage te leveren aan het team. Zo is het vanaf mij. Ja, dan verlies je nu met een 0-3. Het gaat wat lastig nu de afgelopen tijd. Vorige week verliezen jullie heel ongelukkig, deze week heel hard. Is er dan nog een verschil in verliezen dat je zegt van ja, dan liever ongelukkig dan zoals nu een 0-3 en hard verliezen? Ja, liever verlies je dan met 0-2 in plaats van hard, zoals u zegt. Maar ja, vandaag zat het tegen en dan is het jammer. Dan zit het vandaag tegen, maar misschien voor jou ook wel weer een hoogtepuntje. Je hebt weer wat minuten mogen maken, je hebt je acties kunnen laten zien. Je hebt aan de trainer kunnen laten zien, dit is Quincy Hoogesteger. En je kan van me op aan. Ja, dat is wel goed voor mij dat ik de kans kreeg om in te vallen uiteindelijk en dat ik gewoon mijn ding kon doen. En daar ging ik voor, om gewoon dreiging te leveren en het team te helpen.